De voorbereiding zit erop. Aankomende zondag staat het eerste duel van dit seizoen op het programma. De Derby van het Noorden uit bij FC Groningen. De selectie kwam deze week weer terug van een laatste trainingskamp uit Italië en traint keihard om zich voor te bereiden op het duel van zondag. So heavy legs right now. The traveling yesterday and the training today. We are a little bit tired, but the trainingscamp in general was quite okay, except for the game. We didn't come up in our standards and but it was a lesson for us to face that good opponent. So it's just nice for us. Hoe bevalt het tot nu toe bij Heerenveen? Ja, goed. Goede eerste dagen gehad. Goed opgevangen door de jongens. Lekker getraind. En ook een tripje naar Genoa goed. Het resultaat is eigenlijk wat minder, maar de manier waarop was meer door onze eigen schuld. Maar goed, we zijn wel weer wijzer geworden. Vandaag hard gewerkt, dus we zijn op de goede weg. Ja, inderdaad. Je zei het al, de wedstrijd tegen Genoa. Heb jij in de wedstrijd gespeeld? Ja, 90 minuten gespeeld op links. En fijn om weer minuten te maken. En, conditie verder uit te breiden en ook een beetje met de jongens samen spelen. En dagje bij dagje gaat dat beter. Ja, en dan aanstaande zondag start van de Eredivisie. Gelijk tegen Groningen, belangrijke wedstrijd ook voor de fans. Hoe leven jullie daar naartoe? Ja, tuurlijk, dat zijn mooie wedstrijden en derbies. En dat geeft altijd wat extra bij zich, met name in de strijd. En daar hou ik wel van. En we hebben een goede voetballende ploeg en we hebben gewoon zin om erop te klappen en de 3 punten mee te nemen. Now we had a little bit harder training because it was quite easy in the camp, but we're focused and we're going for the 3 points of course. Ja, Faber hebben we nog een jaar mee samengewerkt, dus hij wil natuurlijk zijn team zo scherp mogelijk krijgen, graag duel spelen en hij wil natuurlijk het publiek erachter krijgen en ik denk dat wij het betere spel hebben voetballend en we zullen in de strijd mee moeten gaan en dan voor een goed resultaat gaan. Is dat ook moeilijker in het begin van het seizoen, omdat zij natuurlijk ook nieuwe jongens hebben, om daarop in te spelen? Ja, goed, iedereen heeft daar altijd last van. Het is altijd spelers komen en gaan. En ik ben hier nu net een week, als ik hier misschien 3-4 weken eerder, dan is dat wat makkelijker. Maar goed, we weten allemaal hoe het spelletje werkt, dus we hebben nog een paar dagen om dat fine te tunen. It's the same with for them too. So I think we're well prepared and we're gonna see some videos about them too. So hopefully we're gonna get a good picture of the team and we're going for our idea to play and hopefully we go as a winner. Vorig jaar was Heerenveen oppermachtig in Groningen en werd het duel met 3-0 gewonnen. En het is raak. 1-0 voor Heerenveen. Prachtig uitgespeelde aanval. Dan moet het haast wel op vrij korte termijn, zo niet nu, 0-2 worden. En dat wordt het dus ook. Voor het doel is Reza. En daar is de derde. I remember all 3 goals, I think. First mine, then Sam and Reza. We played quite good and hopefully we can make it even better this time. So I'm hopeful.